Vind dat een goede vraag. Waarom wapens? Hallo allemaal en welkom bij de tweede vlog of video van Eberron Combat. Even nog een kleine boodschap voor onze anderstalige vrienden. For our friends who cannot understand me when I'm speaking Dutch, as of today we will also have captions. So, just click on the YouTube captions and enjoy. Let's go on with our question of the day. Why weapons? Dus vandaag gaan we het hebben over waarom je aan wapentraining zou moeten doen. Meer bepaald waarom je zou moeten trainen in snij-, slag- en steekwapens. Nu, dit is de tweede keer dat ik deze video opneem. De vorige versie was veel te lang. Die was uitgelopen tot een uur. Inderdaad, dat is veel te lang voor een YouTube video. Je kan over dit onderwerp zeer lang doorgaan. We gaan daardoor ook niet alles volledig kunnen uitdiepen in deze video. En vele van de onderwerpen en argumenten die ik ga aanhalen, verdienen eigenlijk een eigen video. Dus we gaan dat zo opsplitsen. Dus in plaats daarvan ga ik u uitleg geven vandaag hoe dat ik zelf bij Armed Combat & Tactics en wapenvechten in het algemeen terecht ben gekomen. En waarom je wapens zou moeten trainen. Ook al ben je misschien niet meteen geïnteresseerd in het vechten of gebruiken van wapens in de echte wereld. En natuurlijk gaan we ook eens kijken of die redenen waarom je dat niet zou willen doen, wel gegrond zijn. De vraag waarom wapens of kan ik ook bij jullie trainen zonder wapens, zijn misschien wel de twee meest gestelde vragen die de mensen geïnteresseerd in onze club stellen. Over de laatste vraag kan ik vrij kort en duidelijk zijn. Het antwoord is radicaal nee. Niet. Je kan niet bij ons trainen zonder wapens te trainen. Waarom dat is en waarom je wapens zou moeten trainen, ga ik proberen weer te geven ongeveer een zestal puntjes. We beginnen met het meer tactische en zelfverdedigingsgerichte. Want dit zijn de mensen die het meeste overtuiging nodig hebben meestal om aan wapentraining te doen. Puntje 1. Het is de beste manier om je te leren verdedigen tegen snij-, slag- en steekwapens. 2. Grote transfereerbaarheid naar empty hand, oftewel ongewapend vechten natuurlijk. Je bent bijna altijd omringd door wapens, dat is puntje 3. En puntje 4, wapens zijn een equalizer. In dat puntje gaan we het ook zo'n beetje hebben over de wet rond wapens. Dat zijn voor mij zowat de meest belangrijke tactische en zelfverdedigingsgerichte puntjes. Dan heb je ook nog puntje 5, het is kennis en een deel van onze cultuur en ons cultureel erfgoed dat niet verloren mag gaan. En last but not least, nummer 6. Het is leuk om te doen, wat misschien wel de belangrijkste reden is voor wapentraining. Je kunt natuurlijk nog altijd veel meer redenen oplijsten, maar dit is in mijn mening de meest belangrijke puntjes. Die waren voor mij het meest belangrijk. Het spreekt misschien ook voor zich, maar als ik het heb over waarom je wapentraining zou moeten doen, dan heb ik het natuurlijk over wapentraining binnen het systeem van Armed Combat & Tactics. Ik kan niet over andere systemen spreken. Dat wil niet zeggen dat die andere systemen slechter zijn of niet goed of wat dan ook. Want veel van de punten die ik ga aanhalen zijn natuurlijk ook op hun van toepassing. Ik heb persoonlijk gewoon het meeste ervaring in Armed Combat & Tactics en voel me bij dat systeem het beste. En dit zowel op kwaliteit van het curriculum zelf als de organisatie en de structuur van het systeem. Dat puntje is trouwens ook belangrijk. Welk systeem je uitkiest en in welke vorm van vechten dat je gaat trainen is hoog individueel en hangt van je persoonlijke doel af. Ja, dus nu dat we zo'n beetje alle disclaimers hebben afgelopen, zeg maar, gaan we beginnen. Ja, dus als we, zoals we reeds gezegd hebben, we gaan beginnen met het meer tactisch gerichte gedeelte. En hier hebben we nodig tactische broek, tactische schoenen, tactische pen, tactische haarsnet, tactische whisky, tactisch shotglaasje, tactisch lokje. Smooth. Dus, puntje 1. Het is de beste manier om jezelf te leren verdedigen tegen snij-, slag- en steekwapens. Om dit in te zetten, eventjes een kort verhaaltje over mezelf en hoe ik terecht ben gekomen bij wapenvechten. Toen ik pas begon te trainen in zelfverdediging, was ik vooral geïnteresseerd in het verdedigen tegen wapens. Omdat, ja, krapul gebruikte natuurlijk graag. Criminelen denken niet aan dat wapens niet gebruikt mogen worden. Je mocht maar in het weekend eens een keer een krant openslaan, dan zal zeker wel iemand neergestoken of neergeslagen bij zitten.
Mijn fascinatie was ook een beetje gekomen omdat ik zelf al goed tegen ongewapende tegenstander kon vechten. Omdat ik natuurlijk al mijn ervaring had in judo en Muay Thai. Eerst was ik zo gefascineerd geraakt door de verdediging tegen vuurwapens. En dat ging heel goed, zelfs als ik mijn trainingspartner een babygun gaf ofzo. Natuurlijk is er in het begin wel een leercurve, een pijnlijke leercurve. Maar daar kon ik op den duur goed mee overweg. Pistooldreigingen gingen heel goed. Er was echter zo'n beetje een probleem met snij-, slaag- en steekwapens. Het probleem was als volgt. Wanneer het ging om een dreiging, zoals bij de pistooldreigingen. Want een pistool, actief schieten is al helemaal iets anders. Maar bij een pistooldreiging of mesdreiging of wat dan ook, kon je die technieken goed uitvoeren. Dus het was niet als iemand een mes tegen mijn keel had, daar kon ik mezelf wel uitwarmen. Maar wanneer de tegenstander met actief aan het aanvallen was, slonken mijn kansen als sneeuw voor de zon. Nu heb ik het niet over tijdens de trainingen zelf, in de toenmalige club waarin ik trainde, maar wanneer ik mijn kameraden thuis een hardrubber cold steel mes gaf, zoals ik ze toen in de tijd hadden, toen hadden we nog geen spatta messen ofzo, en hen vroeg mij aan te vallen op de manier dat ze wilden, werd ik vaak bij wijze van spreken dodelijk geraakt. Dus waren er dan steken in het gezicht of in het abdomen of zo, die vrij, toch wel levensbedreigend konden zijn, mocht dat een echt mes zijn geweest. En dat probleem bleef zo'n beetje, want in het begin dacht ik van, kijk, misschien train ik niet hard genoeg, maar dat was niet zo. Dat probleem bleef. Ook toen ik na verloop van tijd verschillende instructeursdiploma's gehaald had in verschillende zelfverschedigingssystemen. Dus toen moest ik eigenlijk zo'n beetje op zoek naar een oplossing. Want een instructeur die zomaar kan neergestoken worden, dat is op zijn best is dat gênant. Het ergste is dat iemand die niet weet over wat je spreekt. Dus om dit probleem op te lossen ben ik op zoek gegaan naar een wapenvechtsysteem dat mijn inzicht op gebied van wapens zou kunnen verbeteren. In de hoop hier beter in te worden in mijn ongewapende verdediging tegen wapens. Ik ben toen uiteindelijk bij Armed Combat and Tactics terechtgekomen, als dat nog niet duidelijk was. En gelukkig heb ik deze aanpak gekozen, want uiteindelijk heeft me dat meeste vruchten afgeworpen. Mijn verdediging tegen een actieve aanvaller is een veel beter geworden. Het blijft wel zo, niemand, en dan ook echt niemand, kan 100% van de tijd ongehavend een gewapende tegenstander verslaan. Dus kleine sneetjes en zo kunnen wel eens gebeuren, maar dat is nog een heel groot verschil ten opzichte van dodelijk gewond te geraken. En natuurlijk, iedereen kan verslagen worden. Dus er is geen heilige graal en er is geen supertechniek die je kan doen die altijd werkt. Maar je kan je onoverlevingskansen wel aanzienlijk verhogen. Waarom dat het is, gaan we even kort proberen te overlopen. En ik bedoel nog kort. Want wat leer je bij dit wapenvechtsysteem dat je niet per se een zelfverstedigingssysteem leert op gebied van wapens? Dat is het beheersen van verschillende afstanden met de gewapende tegenstander. We weten wat te doen en wat mogelijk is in verschillende afstanden. Dat is van ontzettend groot belang, wil je jezelf goed kunnen verdedigen tegen bijvoorbeeld een mes. Op afstand is dat niet zo gek gevaarlijk. Hoe dichterbij dat het komt, hoe gevaarlijker dat het is. Dus dat altijd vooruit gaan en ingaan, dan word je helemaal lek gestoken in dat je aankomt. En neem dat van mij aan, tenzij je de persoon natuurlijk goed in controle hebt. Voor een baseballbat of een ander, bijvoorbeeld een slagwapen, gelden natuurlijk helemaal andere regels. Dus elk wapen heeft natuurlijk zijn afstanden. Je leert verschillende tactieken, zowel als aanvaller als verdediger. Denk erom, het systeem het niet voor niks, Armed Combat and Tactics. Een tactische mindset creëren is eigenlijk heel belangrijk voor een vechter. Zeker in een realistische situatie. Je ziet dat ook altijd in sport. Het is niet per se de beste sportman die wint, maar degene die ofwel de beste instructies heeft gehad, of zelf een goede geest heeft op het moment van vechten. Wanneer dat je geconfronteerd wordt met een betere tegenstander, iemand die sterker, sneller en zo is, dan kan tactiek je leven redden. Dus dat puntje mag je zeker niet onderschatten.
Dan nog. Trainen van verschillende contexten, scenario's en vrije oefening. Maar sparren is ook zeker belangrijk. En dat is iets wat je persoonlijke playbook zal aanvullen. En dan leer je zo wat te doen in welke omstandigheden tegen welke soort tegenstander. Dan heb je ook nog psychische conditionering. Bijvoorbeeld niet stoppen wanneer je geraakt wordt, want je bent dit gewend van geraakt te worden. Ik weet wat je zegt, het is maar een rubberen mes, dit en dat. Maar toch. Hè? Dit is maar één aspectje van het psychologische. Want je leert ook onder druk functioneren en zo. Dan kun je zeggen, maar dat leer je bij zelfverdiening ook in bepaalde mate. Goed. Maar hier leer je ook niet te stoppen wanneer je wordt aangevallen. Je hebt dan ook nog fysieke conditionering. Dan heb ik het vooral conditionering van die voorarmen. Je zult merken, mijn voorarmen of die van een meer advanced lid bij ons, die zijn veel harder dan die van u. Dat laat dus toe van harde blokken. En uw arm wordt eigenlijk zelf een wapen, wat ook zijn nut heeft in empty hand vechten. Dit is misschien in uw hoofd maar een klein voordeel, maar in een gevecht kunnen kleine dingen ineens heel belangrijk en heel groot worden. Denk maar bijvoorbeeld aan stophits, waar je met één slag bijvoorbeeld dat mes uit zijn hand kunt slaan. Als je zoiets kunt doen, zit je al zo'n beetje out of the woods, gelijk ze zeggen. Dan, het principe van oh shit blocks, of zoals we het meer technisch noemen, echelonisering. Dus wat dat eigenlijk wil zeggen, echelonisering of oh shit blocks, want dat zijn natuurlijk twee heel vage termen, is dat je jezelf op het nippertje leert redden. Wat wil dat eigenlijk zeggen? Je denkt misschien van, ik kan dit nog voiden, dat is op een juiste afstand, maar je hebt jezelf misschien vergist. En dat je nog juist die arm ertussenin kunt steken, en zo je keel niet gesneden wordt. Misschien de arm wel, of misschien worden met het handvat geraakt, of wat dan ook. Maar je gaat niet sterven en je kunt verder vechten. Dat is een heel belangrijk principe, dat zo vaak over het hoofd wordt gezien, hè, dat leren jezelf redden. Hoe leer je dat? Bij ons leer je dat bijvoorbeeld door te sparren en natuurlijk weer die vrije oefening. Puntje 7. Je leert correct aanvallen, maar je leert ook aanvallen als een crimineel. Dus het klassieke voorbeeld van een criminele aanval is bijvoorbeeld de rush. Je moet die correct doen en je moet ook het materiaal hebben dat je toelaat dat correct te doen. Je kunt alleen realistisch leren verdedigen wanneer je trainingspartner ook effectief realistisch aanvalt. Dus ik weet niet hoe vaak dat gebeurt in een seminar dat ik er voor iemand sta die dan met de beste wil van de wereld met me wil trainen, maar mij gewoon niet correct aanvalt, waardoor ik niks aan het oefenen ben. Dus meestal helpt het dan voor die andere persoon een paar keer te slaan met het mes en dan uiteindelijk beginnen ze correct aan te vallen. En dat wil niet zeggen, je moet op deze of deze manier aanvallen. Nee, de vrije oefening kan de persoon natuurlijk doen wat hij wil, maar wel in de correcte afstand en op een manier die niet mentaal gehandicapt is. Ja? De laatste brengt ons bij de spatta-messen. Of als uw systeem andere zachte trainingswapens heeft, is dat ook even goed. Maar de spatta-messen, ik vind die echt fantastisch. Dat zijn de beste zachte trainers die ik al heb gehad. Die zijn zacht genoeg voor veilig te trainen, maar toch hard genoeg dat de andere persoon het ook een beetje voelt. Dus die laten toe dat je trainingspartner full contact met u kan trainen zonder dat hij daar schade aan overhoudt. Het is belangrijk dat uw aanvallen realistisch zijn. En als uw trainingspartner schrik heeft voor uw pijn te doen, gaan die niet realistisch zijn. Dan, nog zo wat laatste puntje. Dankzij sparren en andere vrije oefeningen leer je wat je moet doen als de andere persoon tegenwerkt. En wat is er bij bijvoorbeeld de techniek die je hebt geleerd, iets misgaat? Want dat kan altijd. Ja, je moet denken, je staat onder druk, er is stress. Die techniek gaat waarschijnlijk anders zijn als wanneer je die mooi in de gym kan doen. Want nog te vaak wordt er statisch getraind, waarbij een persoon een techniek doet en de andere staat er gelijk een gelobotomiseerde opblaaspop met een persoonlijkheidsprobleem. Ja? Die staat er gewoon en een andere is hem aan het afslaan. Zo werkt dat echt niet. Die andere persoon gaat tegenvechten. Als ik discussies heb met personen van andere systemen, gaat het altijd over dat puntje. Kijk, dat is heel fijn wat je doet en dat werkt. Dat is allemaal heel mooi. Maar wat gebeurt er als die andere persoon tegenwerkt? Verstaan me niet verkeerd dat die techniek uitvoeren wanneer de andere persoon stilstaat, dat heeft effectief nut in je training.
Maar het mag niet alleen eruit bestaan. Goed? Je kunt natuurlijk... Dit zijn zo wat de puntjes die ik wil aanhalen. Je kan nog wel andere dingen bedenken natuurlijk. Maar we gaan het voor verdediging tegen wapens bij dat lijstje houden. Dus we zullen dat misschien nog eens eventjes rustig overlopen, zodat je nog eens een idee hebt over wat het allemaal ging. En dus beheersen van verschillende afstanden. Dat leer je bij wapentraining. Verschillende tactieken. Trainen in verschillende contexten en scenario's. De psychische conditionering. De fysieke conditionering van de voorarmen. De oh shit blocks en de assolinisatie. Wat je niet gaat hebben bij gewone zelfverdediging, maar wel bij wapentraining. Vanwege het sparren. Het correct aanvallen. En natuurlijk ook het materiaal dat je toelaat voor correct aan te vallen. Dus bijvoorbeeld zo van die harde schokmessen. Het zijn misschien goed voor dreigingen en zo. Maar ze zijn niet ideaal als de andere persoon volle patroon op je af moet. En dan als laatste. Je leert wat je moet doen als de andere persoon tegenwerkt. Goed dan. Puntje 2. Transfereerbaarheid. Buiten aankomend en tactics geven we ook les in Street Survival System van Michael Rezanov. Als je de twee systemen naast elkaar legt, zul je zien dat er veel overeenkomsten zijn. Niet omdat men dat zo geforceerd heeft, maar omdat het zo uitkomt. Ja, dus het is niet dat ze dat geforceerd hebben, maar voor een of andere reden komt ongewapend en gewapend vechten op sommige vlakken heel goed overeen. Veel bare-knuckle of zelfverdedigingssystemen waarin vandaag de dag lesgegeven worden, zijn vooral gebaseerd op dingen uit moderne gevechtssport. Ja, dus denk daarbij aan dikke bokshandschoenen, scheenbeschermers en natuurlijk regels. Ja, je moet alleen maar eens kijken naar het verschil in slaan in MMA en bijvoorbeeld boksen. Hoe dat op korte termijn geëvolueerd is en die hebben... Die zijn zo'n beetje een andere richting in het inslaan. In een situatie zonder regels gaat het natuurlijk nog eens anders te zijn. Als we kijken naar het oude bare-knuckle boksen, of toen het boksen met bokshandschoenen nog in zijn kinderschoenen stond, dus dat wil ik bij zeggen, van vooraleer dat mensen echt al wisten hoe dat ze dat konden manipuleren met bokshandschoenen en nog vochten op de oude manier, dan zie je dat die overeenkomsten tussen gewapend en ongewapend vechten minder groot zijn dan dat je zou verwachten. En je zou er een groter verschil in verwachten. Dus bijvoorbeeld mesvechten en boksen komt eigenlijk heel mooi overeen op sommige vlakken. Niet alles natuurlijk, maar op verdacht veel vlakken. We gaan hier niet te diep op in, want dit verdient zeker zijn eigen video, dit verdient zijn eigen boeken, serie misschien zelfs. Maar ik vind het belangrijk dat je weet dat die connectie er is. Dan, puntje 3. Je bent bijna nooit ongewapend. Ja, maar hou je rekening mee, jouw tegenstander is dat ook niet. Deze statement hoor ik vaak van mensen die zich wel willen leren verdedigen tegen wapens, of wel met wapens willen vechten, maar niet inzien hoe dat het zou kunnen gebruiken. Ze zeggen altijd dan, maar meneer, ik heb nooit een mes op zak. Mijn reactie is dan altijd dezelfde. Ik heb ook geen mes op zak en zou dat ook afraden, want België, zoals in meerdere Europese landen, zou dat kunnen beschouwd worden als illegale wapendracht. Maar net zoals jou ben ik nooit ongewapend of ver verwijderd van een wapen. Meestal heb je toch een smartphone, sleutel, sleutelhanger, pen, lampje, paraplu of iets dergelijks op zak. Daarbovenop komt nog dat rondom je vaak nog veel meer wapens voorhanden zijn waar je waarschijnlijk nog nooit op gelet hebt. Ik zeg altijd tegen de leden van onze club, vechten op café of restaurant is als vechten in een wapenkamer. Wapenvechten met bijvoorbeeld messen leent zich ook toe tot andere objecten. Zo werd door ons het Libre Racer vechten omgevormd in een module dat onze leden leert vechten met sleutels en sleutelhangers van de auto of van uw huissleutels gewoon. Dan heb je ook nog ACT, die heeft dan bijvoorbeeld een penvechtmodule en zelfs wat oefeningen met opgerolde tijdschriften en stokdingen en wat nog allemaal, om maar gewoon eens op te noemen. Dan als laatste, in Krav Maga, die gebruiken dan bijvoorbeeld weer heel graag stoelen. Ik zelf ben ook nog eens een keer instructeur in Umbrella Defense, dus dit is dan vechten met de paraplu. Als je kennis hebt van bajonet, staf of ierstok vechten, dan zult je heel goed kunnen beschermen met een paraplu. Dus kortom, je zal je goed kunnen verdedigen met alledaagse voorwerpen indien je hier een oog voor ontwikkelt.
En dat is belangrijk. Je moet technieken kunnen en er een oog voor ontwikkelen. En dan puntje 4, een belangrijk puntje voor de meer tactische mensen. Een equalizer en bewet. Zoals ik al reeds gezegd heb, ben ik niet beginnen vechten met wapens omdat ik wilde leren vechten met wapens. Nee, ik wou me beter leren verdedigen tegen die wapens. Maar ik moet zeggen dat mijn standpunt daarop wel veranderd is doorheen de jaren. De meeste mensen hebben gelukkig een natuurlijke aversie van het gebruik van wapens en hebben vaak ook het idee dat wanneer ze een wapen zouden gebruiken in een gewelddadige confrontatie, dat ze dan automatisch wettelijk aansprakelijk zullen worden gehouden. Dit laatste is natuurlijk absoluut niet waar. En ik herhaal het nog eens, dat is absoluut niet waar. Ik ga dat proberen zo simpel mogelijk uit te leggen. In België mag je doen wat nodig is om jezelf te verdedigen, maar het geweld dat je gebruikt moet proportioneel zijn. Denk erom, in België en de meeste van de andere Europese landen hebben geen stand your ground wetten. Dat wil zeggen dat je, indien je kan weglopen, je dan ook de plicht hebt om weg te lopen in een gewelddadige confrontatie. Het verdedigen van objecten door middel van geweld mag ook niet. Andere mensen mag je wel verdedigen. Dus bijvoorbeeld als iemand uw iPhone zou pikken of zo, zou je die niet mogen neerslaan, technisch wettelijk gezien. Maar natuurlijk moet de soep niet altijd zo heet geserveerd, zo geëten als ze geserveerd wordt. Daarbovenop komt nog eens dat je als burger niet zomaar wapens mag dragen. Indien het nodig is om jezelf te verdedigen, mag je wel een object gebruiken om jezelf te verdedigen. Maar wettelijk gezien is dat allemaal zeer vaag. Ook wat wordt beschouwd als een wapen en wat proportioneel is, dat zijn natuurlijk ook een beetje subjectieve begrippen. Het belangrijkste wat ik hierover kan zeggen, en de twee belangrijkste dingen zijn dan zo'n beetje, geloof niet wat je hoort. Over dit onderwerp zijn er sowieso veel misverstanden en ik hoor regelmatig absolute nonsens. Een wapen is een equalizer en zo zou het moreel en wettelijk gezien ook gebruikt moeten worden. Wat wil dat nu eigenlijk zeggen? Het is een equalizer. Het laat je toe om te winnen van een grotere, sterkere, snellere tegenstander. Denk bijvoorbeeld hier aan David en Goliath of David en Goliath. Het ultieme underdog verhaal. Ik weet wat je denkt. Oh nee, niet de Bijbel. Ik haal dit verhaal gewoon aan omdat de meeste mensen kennen dit. Het is een klassieke Bijbelse parabel waarin de held David, de onverslaanbare kampioen van de Filistijnen, de reus Goliath, verslaat door een tactische keuze eigenlijk. En door het gebruik van wapen. Want hij kiest daar het juiste wapen om een veel grotere, sterkere en beter getrainde tegenstander te verslaan. Een markant feitje aan dit verhaal is dat hij een speer of zwaard of wapenuitrusting van de koning had kunnen gebruiken om de reus te bevechten, maar hij koos het juiste wapen en het wapen waarin hij getraind was. En dat is belangrijk. Wapens gebruiken die dat je niet kent, is zowel gevaarlijk voor jou als je omgeving. Dus nog een reden voor te trainen in verschillende soorten wapens. Dus moraal van het verhaal, zelfs God wil dat hij wapens traint. Several bad puns later. Wat is dat, ja? Dus nu komen we bij puntje 5. Het voorlaatste puntje, historische krijgskunst en cultureel erfgoed. Dus omdat we nu bij de historische punten gaan beginnen, hebben we ander materiaal nodig. Dus, belangrijk, de baard. Een boek met manuscripten. Boekenrek achter ons. Heel belangrijk, Viking whisky. Historisch shotglaasje. School. Wij vechten eigenlijk al sinds het begin dat we er zijn met wapens. Dus vanaf het moment dat een of andere intelligente aap een stok op piek en zijn tegenstander met de lijf ging, vechten we al met die wapens. Daarom moet je ook niet verwonderd zijn wanneer vechten met snij-, slag- of steekwapens voor een of andere reden verdacht natuurlijk aanvoelt. Dat is natuurlijk evolutietheorie aan het werk. De mensen die er niet goed in waren met het vechten met wapens, die zijn er waarschijnlijk niet meer. Voor realistisch vechten zonder regels geldt het volgende spreekwoord. Er is niets nieuws onder de zon. Of dat nu gaat over Wereldoorlog 2 combatives,
technieken van de middeleeuwse vechtmeesters hier in Europa. Of de pancration technieken van de oude Grieken. We kunnen die kennis niet negeren. Voor zowel gewapend als ongewapend vechten geldt het eigenlijk. Dan is uw vraag aan mij misschien, waarom is dat relevant voor ons? Wel, op tactisch gebied is de kennis van belang. Op gebied van snij-, slag- en steekwapens. Omdat die nog altijd eigenlijk doorheen de jaren niet veranderd zijn. Een mes is nog altijd een mes en een stok is nog altijd een stok. Of dat die nog korter of langer is, of dat het nu een baseballbat is in de plaats van een staf. Bepaalde dingen zullen altijd transfereerbaar blijven. Gebied dan op gebied van ongewapend, zien we dan bijvoorbeeld een renaissance, ook een beetje dankzij MMA, van klassiek boksen en ook bijvoorbeeld onder andere savattechnieken. Voordat deze omgevormd werden naar de sportvariant. Dus voorleer dat men ging vechten met zo van die dikke boksenschoenen. Op historisch en cultureel gebied is het misschien van onschatbare waarde. Zo is het alleszins voor mij toch. Er is er doorheen de jaren een schat aan informatie gewoon verloren gegaan over hoe realistisch te vechten. We kunnen ons ook moeilijk de leefwereld voorstellen van onze voorouders. Het is één ding om stil te staan met het erfgoed. Oh kijk, de slag van dit of de slag van dat. Het is helemaal iets anders om dat te beleven. Ik kan er altijd heel goed herinneren toen ik hier met Alexander in de tuin aan het trainen was met twee grote houten staffen, of stafs, ik weet niet wat meer voor is. Welk gevoel dat mij gaf. Vuistslagen zijn dan echt geen probleem meer. Dan zijn dat echt woesie dingen, want dan ging mijn botten niet breken, dan ging ze verbrijzelen. Dus het herontdekken van dit alles is, om het mild uit te drukken, al sinds voor mij al een unieke ervaring van onschatbare waarde eigenlijk. Vaak hebben martial arts een slechte naam door van die obscure Oosterse meesters die afkomen met zo'n verloren oude wijsheid, zo van oh, Master Lee heeft me dit gezegd of weet ik veel wat. Of je hebt dan zo van meesters, en ik gebruik die term derogatief, meesters of masters, die doen alsof ze het water er opnieuw hebben uitgevonden, maar dat is eigenlijk zo oude wijn in nieuwe kruiken een beetje komen verkopen. Die mannen kunnen niet tippen aan de oude Europese vechtmeesters, zoals beschreven onder andere in het boek Te Wapen. Het is in het Nederlands, dus ik raad het aan zeker iedereen in de Benelux hier. Het is een boek Te Wapen van Bert Gevaert. Zeker een aanrader als je bent geïnteresseerd in historische krijgkunst. Goed, dan zijn we zo wat aan het einde van de video gekomen. Ik hoop dat het niet te lang was voor jullie. Al de argumenten die ik heb aangehaald in deze video zijn eigenlijk van geen enkel belang als je dit niet leuk vindt om te doen. Dan ga je er misschien aan beginnen, maar je gaat het waarschijnlijk niet volhouden. En dat is misschien net zo verrassend aan al dit alles. Deze shit is ongelooflijk leuk om te doen. Voor mij is dat die combinatie van het bruikbare tactische en de geschiedenis hierachter. Ik vind dat fascinerend. Ik vind dat zowel op intellectueel gebied als fysiek gebied ontzettend leuk om te doen. Als je hierover twijfelt, vraag gewoon een proefles aan en probeer het eens uit. Goed, dan gaan we zo wat afsluiten. Heeft u nog vragen of opmerkingen, dan horen we dat natuurlijk graag. Vond je deze video interessant, dan druk zeker op die like button. Wil je meer video's van dit zien, abonneer dan. En zorg er zeker voor dat het notificatiebelletje aangeklikt is. Contactgegevens kan u vinden in de descriptiebox beneden. Zoals ook onze andere social media waarop u ons kan volgen. Dus komen ook soms interessante video's en zo in voor, en foto's. Dan is afluiter, ik was Timothy Huismans en zoals altijd, keep fighting and have fun. Salutjes en tot de volgende keer.